En dan is het nu de beurt aan Lodewijk Asscher van de Partij van de Arbeid. En dit is wat de Partij van de Arbeid zegt. Nederland is van ons allemaal. Lodewijk Asscher en Geert Wilders van de PVV. Hier worden handen geschud. Heren, welkom. Goed, meneer Asscher, ja, dat is de procedure. U mag om te beginnen kort uw stelling toelichten. Morgenochtend gaan de stembussen open en kort daarna basisscholen in heel het land. Kinderen stromen binnen met rugzakjes en gymtassen. En leerkrachten zullen ze vertellen over de democratie. Dat je hier alles kan worden wat je wil en dat we gelijkwaardig zijn. Nederland is van ons allemaal, is de boodschap die wij die kinderen moeten meegeven. Maar dat is niet uw boodschap, meneer Wilders. Uw boodschap is minder, minder, minder. Minder Marokkaanse kinderen in de klas. Minder hoop. Minder vertrouwen. En daarmee minder Nederland. En dat zou ik nooit accepteren. Meneer Wilders, korte reactie terug. Nou, om te beginnen, ik vind het ontzettend leuk om eindelijk met de heer Asscher in debat te gaan. En ik zou u willen vragen, gaat het goed met u? Zeer, dank u wel. Ja, want ik zag die stelling, Nederland is van ons allemaal. En ik dacht bij mezelf, waar heb ik die nou eerder gezien? Dus we reden wat door het land en we zagen borden en we zagen posters en affiches. En nou blijkt dat de verkiezingsslogan van Denk te zijn. Van de heer Kuzu. Dus u komt hier gewoon met een stelling. En ik dacht van ja, laat ik even vragen hoe het met hem gaat. Want volgens mij is die enorm de weg kwijt. U komt hier met een stelling die het verkiezingsprogramma slogan is van de heer Kuzu, die hier vanavond niet aanwezig is. Dus mag ik vragen, praat u namens de restanten van de Partij van de Arbeid of namens Kuzu? Meneer Wilders, heel grappig. Complimenten. Dit is hun stelling. Er zijn een paar mensen die ervoor klappen. Complimenten. Maar ik ben bloedserieus over die stelling. Kijk. Dit land is van ons allemaal. En u begrijpt dat niet. U zegt minder, minder, minder. En ik sta voor de toekomst van die kinderen in dit land. Voor hun gelijkwaardigheid. Voor hun recht om mee te doen. En ik zal niet accepteren. U kunt het grappig doen tegen mij. Maar ik zal niet accepteren dat u die kinderen hun toekomst ontzegt in dit land. Want het is van ons allemaal. Ja. De stelling Nederland is van ons allemaal. En meneer Asscher, hou alsjeblieft met die onzin. Het zijn Woodstock-teksten uit de jaren 60 voor mensen die urenlang aan een waterpijp hebben gehangen. Dat zijn dat soort teksten, Nederlands van ons allemaal. En ik zal u zeggen, Nederland is niet van ons allemaal. Nederland is van de Nederlanders. Hoort u het goed? Nederland is van de Nederlanders. Mensen die 100% voor ons land gekozen hebben. En uw beleid, uw partij, de Partij van de Arbeid, zorgt ervoor dat Nederlanders zich een vreemde in eigen land vinden. Zich eigenlijk een soort tweederangs burgers voelen. En dat is ook waarom heel veel mensen van uw eigen partij afhaken. Want die willen dat ook niet. Die willen niet dat u de halve wereld binnenhaalt en dat u de eigen mensen in de moeilijke wijken als tweederangs burgers gebruikt. Want dat doet u. En dat willen de mensen niet. Dus deze stelling Nederlands van ons allemaal betekent dat dadelijk morgen de Partij van de Arbeid van niemand wordt. Meneer Asscher. Meneer Wilders, uw stelling is, uw verkiezingsprogramma is Nederland is weer van ons. En als we dan kijken wie daarmee bedoeld worden, dan weten we, het zijn niet de rechters die te onafhankelijk zijn. Het zijn niet de journalisten die te kritisch zijn. Het zijn niet de Nederlanders die moslim zijn, want die horen er niet bij. Het zijn niet de Marokkaanse Nederlanders. Het zijn niet de Turkse Nederlanders. Het zijn nu toe fractiegenoten die kritiek hebben. Uiteindelijk is dat Nederland van nu een piepklein Nederland. En wat er overblijft is alleen op de wereld met Geert. En dat is niet mijn Nederland. Nederland is van ons allemaal en iedereen die hier zijn best doet verdient een kans en verdient het niet om door u beschimpt te worden. Nou, maakt u zich geen zorgen. Alleen met mij op de wereld, dat zal niet snel gebeuren. Maar laat ik u zeggen waar de Partij van de Arbeid voor heeft gestaan. Waarom het zo'n puinhoop in Nederland is geworden. De Partij van de Arbeid staat is eigenlijk de uitvinder al 40 jaar lang van een totale massa-immigratie. Van een grote open grenzenbeleid. En tegelijkertijd niet een eis stellen voor assimilatie of voor integratie, maar wat was de oude slogan van de Partij van de Arbeid ook alweer? Integratie met behoud van eigen identiteit. Dat heeft de Partij van de Arbeid jaren gedaan. Mensen binnengelaten en gezegd, blijf vooral jezelf. En weet u waar dat voor toe heeft geleid? We zitten nu nog met de gebakken peren. Iedere dag zitten we met de puinhoop ervan. En we hebben het afgelopen zaterdag gezien in Rotterdam, waar Turken, dat waren het, 1000 Turken, nadat Erdogan had gezegd dat hij ons fascisten vindt, dat hij ons nazi's en racisten vond, stonden daar Turken niet met de Nederlandse vlag te zwaaien. Want dan was Nederland van iedereen geweest. Als ze daar met een Nederlandse vlag hadden gestaan en hadden gezegd, Erdogan, je hebt dit mis. Okay. Het zijn geen racisten. Nee, niet oké. Okay. Ja, dat zijn dus, van u. U heeft niet rieden van u. Ze stonden daar, ze stonden daar met Turkse vlaggen. En u heeft later naar Amsterdam heeft u gezegd, dat is tuig. En u heeft zich vergist, meneer Asscher. Het is geen tuig. Het is uw tuig.
U heeft ze binnengelaten, u heeft ze opgevoed, u heeft ze toegestaan dat ze met eigen identiteit opgroeiden, die Turken nou, en Asscher-Turken. Zo is genoeg. Ja, meneer Asscher, u krijgt het woord. Meneer Wilders, de orde in Rotterdam werd hersteld door een Nederlander die van u geen burgemeester mocht worden. Ahmed Abu Talib, omdat hij 2 paspoorten heeft. En meneer Wilders, het enige wat u heeft gedaan, 20 jaar Kamerlid, 10.000 boze tweets, 0 oplossing. Ik begrijp wel dat meneer Poetin zo enthousiast is over u en over uw grote vriendin mevrouw Le Pen. Ik begrijp het wel. Van mij enthousiast? Want wat u doet is verdeling. U verzwakt Europa, u verzwakt Nederland. U wil dat Europa verlaat. U verdeelt, u verdeelt, u verdeelt. En meneer Poetin is degene die straks heerst. Maar als het gaat over een bijdrage aan Nederland, kunt u heel wat leren van de Nederlanders met een moslimachtergrond die ons militaire uniform dragen. Van de Nederlanders die nu met de burgemeestersketen de orde herstellen. En als er raddraaiers zijn, dan moeten ze worden aangepakt. Maar ik zal nooit accepteren dat de verpleegkundige in het ziekenhuis met een hoofddoek die mensen liefdevol verzorgt, door u beledigd wordt. Ja, die horen bij Nederland. Dat is mijn Nederland. Want Nederland is van ons allemaal en iedereen die zijn best doet. Iedereen die meedoet. Iedereen die door u beschimpt wordt, ja, heeft meer fatsoen in zijn pink dan u in uw hele fractie, inclusief Dion Graus. Ja. Dion Graus, kijk eens aan, mijn beste collega. Weet u, als u meer gaat schreeuwen met uw vinger gaat wijzen, komen er niet meer zetels bij. Dat weet u als hopelijk morgen. Als u daar vertelt over schreeuwen, dan heeft u ervaring mee. Gebeurt. Maar ik hoop maar. Ik hoop maar dat u lessen leert. Want waar heeft dat beleid van u toe geleid? Dat gebrek aan integratie en die grenzen open. Het heeft geleid tot alleen maar grote ellende. Mensen hebben een dubbele nationaliteit. Zijn totaal de loyaliteit kwijt. Het kost ons bakken met geld wat u heeft binnengelaten. In de bijstand, 60% allochtonen. In de gevangenissen, 60% allochtonen. Marokkaanse jongeren, 60% al in contact geweest met de politie voordat ze 23 zijn. Dat is waar het toe heeft geleid. En weet u waarom die Partij van de Arbeid kiezer ook afhaakt? Omdat die ziet, omdat die weet dat een verzorgingsstaat waar de Partij van de Arbeid vroeger voor stond, daar stonden jullie, toen stonden jullie nog ergens voor. En een immigratieland, dat dat niet samengaat. Het is één van de twee. En waarom haken die Partij van de Arbeid kiezers af? Omdat die om de ene te betalen, die bijstandsuitkeringen, die gevangenissen, de zorgen dat die asielzoekerscentra allemaal betaald worden en die mensen gratis zorg en gratis huisvesting krijgen, daarvoor heeft u de gewone man die vroeger op de Partij van de Arbeid stemde, heeft u gepakt. Heeft u gepakt, heeft u de huren doen stijgen, heeft u het eigen risico doen stijgen. Nederland is niet van ons allemaal. Dat kunnen we niet betalen. Nederland is van ons en uw kiezers vonden dat ook en daarom zijn ze nu weg. Meneer Asscher. Nu de macht had, meneer Wilders, liet hij het land achter in een rokende puinhoop. Dat weten we nog. De staatsschuld steeg, de werkloosheid steeg. Wat heeft dat dan? En er werd bezuinigd op de verzorgingsstaat. U had het over de verzorgingsstaat. Dat was toen u de macht had. Toen had u de kans. U heeft het laten vallen als een baksteen. Maar wat zien we nu? En ik leefde met u mee. Ik had met u te doen toen ze uw broer erbij haalde. Ik vond dat dat niet kon. Ik vind dat niet dat u moet worden aangesproken op de mening van uw broer. Maar dan vraag ik u hetzelfde te doen. Als mensen zich misdragen in dit land, dan spreek je die aan. Dan pak je die aan. Dan trek je daar de grens. Maar hou op. Al die hardwerkende verpleegkundigen, al die voetbaltrainers, al die leraren op het mbo, lastig te vallen omdat u problemen heeft met een kleine groep raddraaiers. Al die mensen die verdienen het volste recht in Nederland, die tellen mee, die horen erbij. Oké, ik zeg maar laten we dan, meneer Wilders, nee, dit, dit is het. Ja, u mag. Dit is het slotwoord. Want ja. We zijn door de tijd heen. U laten we dan een afspraak maken. En helaas heb ik u dat eerder gevraagd en heeft u daar nee op gezegd. Laten we dan die raddraaiers ook aanpakken. Laten we dan voor zorgen dat die Marokkanen die een misdrijf plegen, die vrouwen lastigvallen, die mensen verkrachten of in elkaar slaan. Laten we ervoor zorgen dat die Turken die afgelopen zaterdag stenen gooiden naar de politie. Laten we dan ervoor zorgen dat die mensen met een dubbele nationaliteit, dat we die de nationaliteit afpakken en het land uitknikkeren. Dat wilde u niet. En als u daar nee tegen zegt, dan is uw aanpak tegen de mensen die fout gaan, zijn holle woorden en lege frasen. Abu Talib greep in. U twitterde. Daar gaan we stoppen. Daar gaan we stoppen. U twitterde. Abu Talib greep in. Zetels. Stop. U twitterde. Abu Talib greep in. 2 zetels. Oké. Stop. Punt. Basta. Genoeg. Applaus.